Hoi allemaal, welkom bij Fem. Je denkt misschien van, hé, wat doet Charlotte hier op de vrijdag? Die is normaal op maandag. Waar is Manon? Nou, Manon die voelt zich niet helemaal lekker en ik neem daarom vandaag een dagje van haar over. En maandag zal de video van Manon online komen. Vergeet er niet beterschap te wensen en hopelijk voelt ze zich dan weer snel een heel stuk beter. In de video van vandaag ga ik jullie vast in wat kerstsferen brengen. En daarom heb ik deze vrolijke kersttrui aangetrokken. Kijk, ik heb zelfs een rode neus op mijn buik. De eis van de Primark mocht je het afvragen. En ik heb deze trui aangetrokken omdat ik jullie vandaag 10 kerstfilmtips ga geven. Ik vind het altijd heerlijk om in deze tijd van het jaar kerstfilms te kijken. Om een beetje in de stemming te komen. En het zijn ook altijd een beetje van die feel-good films. En ik heb een aantal films die ik elk jaar weer opnieuw kijk. Eigenlijk bijna allemaal die ik nu op ga noemen. En ik heb van een aantal van jullie ook nogal tips gegeven. Dus die ga ik allemaal met jullie delen. De eerste film die ik altijd kijk is The Santa Claus. En The Santa Claus, er zijn eigenlijk 3 delen van. En het gaat dan over een man en dan valt ineens de kerstman van zijn dak. Hij trekt de jas van de kerstman aan en poef, hij wordt de kerstman. Dat is even het verhaal in een notendop. Maar het is echt een van mijn favoriete kerstfilms. Deel 1 en 2 zijn het leukste. Je hebt ook nog een deel 3. Maar ga sowieso deel 1 en 2 kijken, want ik weet zeker dat jullie hem geweldig gaan vinden. Kerst is geen kerst zonder Home Alone. En ik denk dat ik sinds Home Alone überhaupt is uitgekomen, elk jaar minimaal 1 keer Home Alone met kerst kijk. Ook wederom zijn er 3 delen van. Ga echt deel 3 kan je laten zitten, maar deel 1 en 2 zijn echt epic. En ik denk dat iedereen hem al gezien heeft, maar hallo, ik kan geen top 10 kerstfilms maken zonder Home Alone erin. Dus vandaar dat ik hem nog eventjes noem. Ik vind het leuk om tijdens kerst wat klassieke kerstfilms te kijken. Of nou ja, klassiek. Kerstfilms uit de oude doos. En een voorbeeld daarvan is National Lampoon's Christmas Vacation. En die is zo leuk. Het is een film uit de eind jaren 80. Het is echt een oude film. Maar op de een of andere manier blijft die gewoon nog super grappig. En het gebeurt van alles. En het is, ja, het is lastig het verhaal uit te leggen. Het gaat over een gezin die kerst gaan vieren. De familie komt langs. Buren zijn erbij betrokken. En ja, het is gewoon echt een hele leuke kerstfilm. Gaan we gewoon kijken. Nog een film uit de oude doos die ik elk jaar kijk is I'll Be Home for Christmas. En dat gaat over een jongen die studeert en telkens komt hij maar niet naar huis voor kerst. En dan zegt zijn vader van, nou, als je dit jaar met kerst thuis komt, dan krijg je die ene auto die al jaren in de garage staat en die heel graag wil hebben. Nou, oftewel, de jongen sluit, oké, nu ga ik echt naar huis voor kerstmis. En er gaat van alles mis. Ja, zo gaat het met die kerstfilms natuurlijk. En wederom echt een feel-good film, een beetje een familiefilm. Het is niet een cultureel hoogstandje, maar hij is gewoon leuk. In de categorie familiefilms moet je eigenlijk ook wel Jack Frost kijken. En Jack Frost gaat over een gezin waarvan de vader omkomt bij een ongeluk. En dan komt hij terug als een sneeuwpop. En nu denk je echt, waar heb je het over? Maar het is gewoon wederom echt zo'n feel-good film. En een tot leven gekomen sneeuwpop hoort bij kerst. Ongeveer. Ik heb de meeste kerstfilms van de afgelopen jaren wel gezien. Maar ik heb toevallig afgelopen week nog een film gekeken die ik eerder nog nooit had gezien. En dat was Christmas with the Cranks. En dat gaat over een man en een vrouw en hun dochter die gaat naar het buitenland. En dan denken ze van, ja, we vinden het nu niet leuk om kerst te vieren, dus we slaan het dit jaar maar helemaal over. En ze wonen in een straat waar iedereen super fanatiek is met kerst. En ze worden helemaal belaagd van, oh jee, jullie vieren geen kerst, bla bla bla. Nou, en dan gebeurt er iets en dan moet er heel veel ineens nog geregeld worden en dan moet het helemaal goed komen met kerst. Het is wederom een comedy, weer met Tim Allen, net als de Santa Claus. En echt wat betreft kerstfilms is dat mijn favoriete acteur. En ook dit is weer echt zo'n gewoon lekker hersenloze, vrolijke kerstfilm. Ik zei net al, kerst is geen kerst zonder Home Alone. En eigenlijk is kerst ook geen kerst zonder Love Actually. En dat is, ja, nou ja, als je die nog niet hebt gezien, come on, die moet je echt gaan kijken. En ja, ik hou van Hugh Grant sowieso, daarom ben ik hem ooit gaan kijken. Maar het is wederom een feel-good kerstfilm, maar net met ietsjes meer inhoud. Een beetje dan, maar nog steeds leuk. Ik had jullie op Instagram om tips gevraagd van welke kerstfilms moet ik nog gaan kijken. En toen heb ik onder andere van heel veel van jullie gehoord dat ik echt de Polar Express moet kijken. En de Polar Express heb ik, nou, ik heb er wel trailers van gezien. En het is een super mooi geanimeerde film. En, maar ik heb hem nog niet gezien. Dus die staat nu nog op mijn lijstje. En ik wil hem toch even aan jullie ook als tip geven. Dat heel veel mensen vinden dat echt een top kerstfilm. Een film
film die ook door jullie werd genoemd. En die ik ook tegenkwam toen ik een beetje research aan het doen was. Van goh, welke film ben ik vergeten of moet ik echt noemen? Toen kwam ik ook nog The Holiday tegen. En The Holiday is met Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law en Jack Black, geloof ik. En dat schijnt ook een hele leuke kerstfilm te zijn. Het is niet zo'n typische kerstfilm als andere films die ik net heb genoemd. Maar het schijnt wel echt helemaal in het thema te passen. En ik heb hem nog nooit gezien. Terwijl mijn zus ook de hele tijd zei, ja, die moet je echt gaan kijken. Dus die ga ik heel erg snel kijken. En dat moeten jullie waarschijnlijk ook zeker doen. De laatste film die ook denk ik niet in het lijstje mag ontbreken is Elf. En Elf heb ik wel... Ik heb er stukjes van gezien op tv. En ik heb hem nooit helemaal gekeken. Maar volgens mij is dat ook echt zo'n classic kerstfilm die je gezien moet hebben. Dus shame on me dat ik die nog niet helemaal heb gezien. Maar ook die ga ik deze week kijken. Nou, dat waren mijn kerstfilmtips en een aantal tips die ik van jullie heb gekregen. Ik denk dat ik maar een beker thee ga zetten en zometeen weer een leuke kerstfilm aan ga zetten. Om nog meer in de kerststemming te komen. Nou, ik wens jullie vast een heel fijn weekend. Fijne feestdagen. Jullie zien Manon op maandag weer. Vergeet je niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doei! Soms omgaan met het uit huis gaan. En dan heb ik het vooral over het studentenleven. Maar het kan ook helpen als je gewoon een jong persoon